Hey iedereen, hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag donderdag. Donderdagochtend, het is 9:10. En ik ben net wakker, alleen ik ben al wel een half uur wakker. Hoi. Maar ik mag heel even blijven liggen. Maar dat mag. Maar ik moet wel opstaan, want ik moet zo meteen naar het medisch centrum in Beringen. Ik moet een PCR-test gaan laten doen voor we op vakantie vertrekken. Ik ben namelijk niet gevaccineerd. Hier heb ik al over gesproken. Ik wil mij ook niet laten vaccineren nu ik zwanger ben. Want mijn persoonlijke keuze. Iedereen doet wat hij wil. Ik heb gewoon verhalen gehoord. Dingen opgezocht. Waardoor ik zelf persoonlijk heb besloten om mij tijdens mijn zwangerschap niet te laten vaccineren. Daarna ga ik zien wat ik doe. Ik denk wel dat ik mij erna ga laten vaccineren. Maar, zeker ook omdat vaccineren... tegenwoordig kun je al bijna niks meer als je niet gevaccineerd bent. Dus het is echt gewoon een druk van de maatschappij om je te laten vaccineren. Wat ik wel erg vind, want... als dat niet zo was, dan liet ik mij niet vaccineren. Maar we gaan zien. Daar zijn zorgen voor daarna. Maar nu wil ik dat gewoon niet doen. Omdat voor mij gewoon het idee van wat over 5 jaar met mijn kindje. Dat speelde in mijn hoofd en daarom wil ik dat niet doen. Maar dat is iedereen zijn eigen mening en zijn eigen keuze. Ik wil geen shit erover, geen vragen. You do you and I do me. ik ga zelfs een PCR-test doen, want die heb ik dan natuurlijk wel nodig om op vakantie te gaan. We gaan met de auto naar Italië, dus ça va. Moet niet op het vliegtuig of zo. Dat zou ik ook momenteel niet doen, aangezien ik niet gevaccineerd ben. Mijn PCR-test moet dus wel. Ook als ik terugkom, ga ik voor de zekerheid. Momenteel is het nog niet nodig, want Italië is nog geen rode zone. Niet volledig alleszins. Maar als ik terugkom, ga ik voor de zekerheid ook wel een PCR-test laten doen. Zodat iedereen rondom mij ook gewoon veilig is. Maar je kunt het ook krijgen met het vaccin en doorgeven. Dus uiteindelijk... ergens allemaal een beetje dikke bullshit. Dat je dat moet doen als je niet gevaccineerd bent. Want je kunt het ook krijgen als je wel gevaccineerd bent. Dus ik vind het allemaal wat... zeven en pakjes, maar oké. Neem gewoon mijn voorzorgen. Daarna ga ik naar kantoor. Celine is naar de zee. Dus ik ben alleen. Ga ik even pakjes maken. Want dat moet ook nog gebeuren. En... dan morgen, vakantie. Woehoe! Yay! Mijn H&M is er. Woehoe! Ik had nog een heel... pak van H&M besteld. Ik moet wel even denken wat. Voor op vakantie te gaan. En ik dacht dat het niet meer op tijd komen. Ik heb het zondag besteld. Dus vandaag donderdag. Maar toch. Yeah. Straks ga ik die openen. Oké, ik ga vertrekken. Ik heb mijn nieuw jurkje van H&M al aangedaan. Celine had dat aangeraden en oh my god, het zit echt zalig. Echt zo'n, echt comfy, precies gewoon tweede huid. Niet te strak, zit gewoon echt goed. En mijn buik en de boobs en dat heeft ook zo niet
zo gans cleavage of zo. Dus dat is ook wel fijn. Zo ziet het eruit langs opzij. Buikje begint echt goed te groeien, hè. I love it. En ik heb mijn tas. En dan ga ik vertrekken. Eerst een stak in mijn neus. Ah ja, mijn schoenen zijn trouwens... Oh, die zijn oud. Van 2 of 3 jaar geleden van Pew Pew. Denk ik, in Hasselt. Dus vandaar komen die. Ik denk toch niet dat ze die nog hebben. Ik heb die ook in het zwart. En ik doe die echt super, super, super veel aan. Hier is wel een stut af. Maar ik draai die ook echt gewoon non-stop. In de zomer. Echt zalig. Wat wil ik nu nog zeggen? Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar alleszins, ik ga vertrekken. Eerst een stak in mijn neus. En daarna kantoor. Oké. Stok in mijn neus, check. Nu heb ik het gevoel alsof ik moet snotten, maar ik heb geen zakdoekje. Dat is wel een probleem, maar... Oké, dan zit het wel op kantoor. Dus dat komt goed. Dat is echt gelijk niks, hè. Ik heb dat alles gehad in oktober of november of zo, denk ik. Oktober, denk ik. Want ik toen dacht dat ik corona had, omdat ik koorts had. Maar ik had geen corona. Dus toen heb ik dat alles gehad. Een stok in mijn neus. Maar ja, dat is echt gelijk niks. Liever dat ik dat elke keer zou moeten doen eigenlijk, dan dat ik iets ingespoot krijg. Maar dat ik niet 100% zeker over ben. Maar oké. Oh, ik moet snotten, hè. Oké, een beetje vegen. Waar heb ik nu dat ontsmettingsdoekje gedaan? Trouwens, altijd zo ontsmettingsdoekjes in mijn... sexy. In mijn auto liggen. Voor als ik ergens buiten kom. Maar direct als ik op kantoor ben, ga ik ook natuurlijk wel mijn handen wassen. Nu moet ik even zien hoe ik hier uitrij. Oh, die man rijdt ook al tegen de richting in. Want ik moet naar daar. Maar mijn auto staat zo geparkeerd. Kijk, ik ga even wachten, want die man gaat eerst inrijden. Ja, deze avond zou ik mijn resultaat hebben. Dus ik ben benieuwd. Ik had wel een betaalde test, of course. Aangezien dat ik 2 keer... mijn vaccin niet heb genomen. Allee, niet ben ingegaan op die brieven. Dus eens kijken. En hier, mama had ook haar test negatief. Die had dat 's avonds gekregen. Dus ik denk dat ik dat wel deze avond ga krijgen. Komt goed. Ik ben niet ziek of zo, dus ik zal wel niks hebben. Allee, het zou mij verbazen als ik corona heb. Het zou wel heel shit zijn, want dan kan ik niet op vakantie, maar... Zal wel niet, hè? Oké, let's go. Off to the office. Fighting flames of fire. Hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep... Dus ondertussen... De lichten proberen uit te doen. 12:30. Ik ben klaar. Op kantoor. Ik ga die zo even zetten. Ja. Dus ik ga naar huis vertrekken. Moet wel nog de pakjes binnen doen. En nog een collectieretour waar jullie nu op staan. Een super groot pak. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Maar dat is al wel. Het karton heb ik buiten gezet. Oké. Dat is oké. En dan moet ik nog snel langs de voorzorg, de mutualiteit, om die briefjes binnen te doen. Oké. Dat gaat wel lekker. Ik ga wel 2 keren moeten gaan naar de auto met dat pak, denk ik. Ja, oké. Ik ga eerst de zak met pakjes pakken. Ah, die ligt ook al zoveel. Dan zouden ze de doos met de retour nog nemen. Oké, mijn middagmaal.
watermeloen. Ik heb een heel bord watermeloen en saus. Ga ik wel nog een boterham met kaas of zo eten. Ik ga beginnen met watermeloen. Oké, ik ben eraan begonnen, hè. Aan mijn koffer. Ik moet echt superveel nog passen, want ik denk dat echt de helft van die dingen niet meer gaan passen. Maar ik ga zien. Ik heb ook hulp van Milky. En mijn pinneke. Hè? Mijn pinneke. Dan kijk je zo. Kopje geven. Als je daar op kunt wachten, hè? Kleintje, hè? Ja. Nu ik toch hier in de dressing zit, tussen al mijn kledingrommel, ga ik jullie even laten zien wat dat ik van de H&M had. Dat kleedje wat ik deze morgen aan had, hebben jullie gezien? Dat heb ik ook in een groen, dat is zo vuil, limoengroen precies. Ga ik trouwens ook meenemen op vakantie. Zit echt zalig, echt niet normaal. En hetzelfde kleedje heb ik ook in het zwart genomen. Dat ga ik wel niet meenemen op vakantie, want ik heb een ander zwart mee. Wat er zo'n klein beetje op lijkt. Dus dat ga ik niet doen. Dan heb ik de golf die ik aan heb. Ik zal even zo gaan zitten. Echt zo'n hele oversized witte hoodie. En die heb ik ook nog eens in het zwart. Ik dacht dat is heel tof. Binnenkort als het winter wordt en ik leggings ga dragen of zo. Met een t-shirt en onze oversized hoodie. Dus die had ik. Dan heb ik een biker short. Waar is dat nu? Die ben ik gelegd. Ik heb dat toch net? Ah, hier denk ik. Ja. Dat is zo'n mommy biker short. Ziet er zo uit. Gewoon als een kortere biker short. Maar dan met zo'n pouch voor je belly in te doen. Ga ik trouwens ook meenemen op vakantie. Want dat zit ook top. Zat echt super goed. En dan heb ik nog... Was het er een H&M? Ja. Had ik nog voor Niels een trui. En dan heb ik eigenlijk alleen nog zo van die kami topjes. Allemaal medium wit. Een zwart. Welke kleur? Ik heb verschillende kleuren. Een grijs. Dat is gewoon van H&M Basics. En ik dacht ik neem die allemaal in een medium. Dan gaat dat zo heel de zwangerschap lekker zitten. En dan kan ik dat ook onderaan t-shirt of truien aandoen als het meer winter wordt. Meer zo'n stone grey beige-achtig kleurtje. Dan mijn vin. Niet krabben. Hè. Dan een licht beige kleurtje. En een bruin chocolade kleurtje. Het is allemaal wel mooi. Dus dat gaat ook wel van pas komen binnenkort. Dat is het eigenlijk van H&M. Het was niet zoveel als ik dacht dat ik had. Maar vooral die kleedjes ben ik wel heel blij mee. Die zitten echt zalig. Je hebt dat deze morgen kunnen zien. Zit echt zalig. De bruin wat ik deze morgen aan had, ik heb dat uitgedaan nu. Omdat ik dat morgen vroeg wil aandoen. Dan ga ik nog naar de gynaecoloog. En voor de autorit wil ik dat aandoen, omdat dat zo makkelijk zit. Dan zit ik comfy in de auto. Heel de weg naar vakantie. Oké, dan ga ik verder met mijn koffer maken. Ik moet nog bad pakken. Passen, bikinis. Deze had ik eigenlijk gekocht voor vakantie op Italië bij Naked. Van het merk Mango. Maar dat had ik van Naked. Maar ik weet dus niet als dat nog gaat passen met mijn borsten. Dus we zullen zien. Maar ik ga verder inpakken. Allee, inpakken. Passen. Maar ik zie er... Paraak uit. Ik ga heel even naar Celina Lek rijden. Hier vlakbij elkaar. Maar zoals ik al zei, die zijn dit weekend. Allee, van gisteren. Dat is eigenlijk een halve week. Aan de zee. En er was een pakje aangekomen, zei Celine. Die hebben zo'n camera ding.
Dus ik zei, is goed, ik ga dat even halen. Dus dat ga ik doen en dan naar kantoor brengen. En dan ben ik aan het denken, als ik nog snel naar de winkel ga, om melk te halen, zodat ik morgen vroeg nog karrevlees kan eten. Ik denk het, dat ik dat snel ga doen. Ah ja, een zonnebril moet ik nog wel meenemen. Even mijn to-do zetten. Zonnebril. Thuis. Niels is gras aan het rijden nog even. Dat dat proper is nog. Natuurlijk, we zijn een week weg, dus dan gaat dat waarschijnlijk wel terug hoger staan. Maar ja, oké. Beter nu nog doen dan. Oké, ik ben ondertussen eten aan het maken. Ik maak gevulde paprika's met orzo en pecorino met prei, frisse tomaat, komkommer, sla. Dat ben ik aan het maken. Mijn paprika staat in de oven. Mijn orzo is aan het koken. Niels is nog alle kippenspullen aan het afwassen. Water aan het bijvullen. Eten aan het bijvullen voor de kippen. Het hok heeft hij zuiver gemaakt. Dat afval komt uit de frigo. Dat gaat zelfs ook nog naar de kippen. En dan denk ik dat we rond zijn voor vandaag. Dan moet Niels wel sowieso zijn kleren nog uitkiezen. Maar ja, oké. We hebben nog wel hele avond. Het is nu 7:15. Ah, en ik moet nog strijken. Ik moet nog 3 à 4 dingen van Niels strijken, denk ik. Dus dat ga ik ook zelfs doen. Oké, laat de fun times maar beginnen, hè. Ik ga strijken. 1 keer in het jaar strijk ik. Ik ga van Niels 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nee, 5 t-shirten strijken en een hemd. Voor mee te nemen op vakantie. En dat is het. Van mezelf strijk ik niet. Ik ben klaar met strijken. Met alles. Onze koffers zijn zo goed als gemaakt. I am tired now. Maar oké. Satisfied. En morgen vertrekken we. Ik heb trouwens morgen, eerst heeft Niels nog een PCR-test, omdat Niels is wel is fully vaxxed, of hoe zeg je dat, helemaal gevaccineerd. Maar net geen 14 dagen, dus hij moet voor Italië een PCR-test nog gaan doen. En dan daarna heb ik ook nog een afspraak bij de gynaecoloog voor de 20 weken echo. En dan rond de middag vertrekken we. Kijk er naar uit. Ook naar de echo. Het gaat fijn zijn. Leuke dag. Maar ik ga hier de vlog afsluiten, want ik ga me zo douchen. En dan denk ik dat we een uurtje, nog even de zetel aan gaan en binnen een uurtje gaan slapen. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Onthoud, nu vrijdag komt er geen vlog en heel volgende week komt er geen vlog. Dus ik ben terug op maandag, de hoeveelste is dat? Ik ga snel kijken. Ik ga snel kijken de hoeveelste. De 30ste. Maandag 30 augustus zijn we terug met de eerste vakantievlog. Dus ik ga jullie missen, maar ik zie jullie dan weer. En hou zeker onze Instagram @mangaloop in de gaten. En mijn Instagram @alissalo voor vakantieupdates. Hele dag door. En dan zien we jullie snel weer. Dag schatje. Lucas. Tot na de vakantie. Tot later.